Vandaag doen we de 50.000 calorieën challenge. Oftewel 10.000 calorieën per persoon. Nou, dat gaan we echt easy halen natuurlijk. Goedemorgen mensen. Vandaag is mijn lievelingsdag. Namelijk een dag waarop ik heel veel mag eten. Ja leuk, ik ben super dik. Die grap gaat vandaag sowieso al 1000 keer gemaakt worden. Dat voor mij zo makkelijk gaat zijn. De rest moet zo zwaar werken. Maar ja, Milo die kan dat wel. Want die is al toch al dik. Zo werkt het niet mensen. Ik mag misschien wel dik zijn. Nog steeds is het voor mij ook gewoon een loodzware opdracht. Het is nu ochtends. Ik ga even ontbijten. Ik dacht, wat heb ik thuis liggen? Niks. Dacht ik, oké, dan bestel ik even. Wat is er open? Niks. Conclusie, ik moet naar de supermarkt. Ik heb er geen zin in. Niks. Het voordeel is wel dat op al die verpakkingen staat hoeveel calorieën het is. Dus dat is handig. Niks. Ik ga even naar de supermarkt en dan ga ik daar gewoon even wat dingen kantelen. En mijn tactiek is om nu al fucking veel te eten. Dan heb je het maar gehad, 's ochtends vroeg. En dan de rest van de dag, dan kan je wat langer wachten. En op een gegeven moment is het wel weer weg. Dus ik ga nu die hele fucking supermarkt kantelen. Niks. Ik ben een beetje verkouden. Dus komt het goed uit dat we vandaag alleen maar voedzame dingen gaan eten waar je snel van opknapt. Zoals bijvoorbeeld voor bij de koffie nu, voordat ik ga ontbijten, een klein stukje chocola. Dit blok chocola heeft maar liefst 784 calorieën. En dat is dus een heerlijk opwarmertje van de dag. Dus ik na mijn ontbijt denk ik op precies de normale hoeveelheid calorieën die ik op een hele dag eet. Ik heb er zin in. Zoals jullie weten, ik ben tegenwoordig een zieke fit boy. Ik ga zo eerst sporten, dus mijn ontbijt bestaat uit een heerlijk bakje havermout met wat vers ingevroren fruit en een banaan. 510 calorieën. Hiermee gaat het nog niet lukken. Goed, ik ga eerst even sporten. Dan moet ik me nog goed voelen. Als ik ga ontbijten met een pizza, dan wordt dat echt helemaal niks. En daarna zie ik wel verder, dan gaan we echt beuken. Toch de eerste 510 calorieën binnen. Ik heb mijn ontbijt besteld. We duiken er maar direct in, want ja, we hebben geen tijd te verliezen. Volgens mij is het de bedoeling dat we met elkaar 50.000 halen. Maar zeg maar, je bent wel het lulletje als je zeg maar het minst hebt gehaald, denk ik. Ben je nog niet geabonneerd op het Bankzakkanaal? Doe het dan zeker, dat kan hier beneden. En laten we dan maar gaan kijken naar wat voor lekkernijen ik gekozen heb. Oh, dit is mijn ontbijt. En dan denk je, dit is gesponsord. Dat klopt. Nee, het is niet gesponsord. Ik heb een broodje en ik heb opgeschreven hoeveel calorieën het zijn. Even kijken, het broodje is 460 calorieën, dat is deze. Maar het gaat uiteindelijk om deze. Hierin zit bananencake. En dan denk je, hier heb je een doosje, hoe zitten daar dan in? Drie? Zitten daar er drie in? Nee, natuurlijk ook twee. Die past helemaal niet. 290 calorieën per stuk. Dat is 1100 nog wat. Dit alleen al samen. Plus dit. Dan zit ik al bijna op de, denk 1600, 1700 calorieën. Die dingen vallen altijd wel mee. Maar ik moet zeggen, ik heb er nog nooit vier gegeten in één keer. Dus laten we dat gaan uitzoeken. Laten we even lekker gaan smikkelen. Daarna ga ik even naar kantoor. Even kijken naar de andere gasten. Gewoon even kijken, alleen daarna ga ik weer. Ik loop dus net in de supermarkt. En ik heb een lifehack gevonden. Danenrol. Je bent jarig en dat vieren wij. Dit zijn danenrol, maar niet gewone. Dit zijn danenrol cinnamon roll. Als je dit maakt, dit zijn van die cinnamon rolls, dan zitten daar 1160 calorieën in. Als je de hele blik leeg vreet. Dan moet ik ze nog wel zelf maken. Maar ik ben echt benieuwd of dat chap is. Dit is qua volume, is het niks. Vat. Oh, wat geil. Ja, en dan rooi je hem uit. Wow. Oké, dit is wel veel te lang. Ja. Dat zei je moeder niet vannacht toen ik bij haar lag. Oké, ik moest er dus zelf 25 gram gesmolten boter bij doen. 3, 2, 1, paf! Nou, die suikerdrap erbij. Oh, dit is gezond. Ik zie het meteen. Kijk nou toch eens mensen. Zo. Suikerdrap. Ik moet zeggen, niet gek hoor. Pop! En nou moet ik dat ding insmeren met deze drap. God, kleren zeg. Heerlijke challenge dit weer hoor. Wat zou Johnny Heitinga? Nee, die... Smeer je in. Goed! De buiten is binnen. Ik heb een hele run door de supermarkt gedaan. Ik heb alles gekeken waar ik zin in had. Dat was eigenlijk de grote basis. Waar heb ik nu zin in? Want dan hou je het tenminste vol. Dat is mijn tactiek. Ik ga alleen maar dingen nemen waar ik ook echt zin in heb. Maar ik heb wel gekeken. Waar zitten veel calorieën in? En ik kwam bij de volgende dingen uit. Ik zag een paar pakken staan. Soesjes. Dit is een pak met 11 soesjes. En in zo'n pak zitten 310 calorieën. 310 calorietjes zijn al binnen. Denk je, is dat genoeg? Nee. Dus we hebben er nog één. Hey. In dezelfde afdeling. Twee appeltaartjes. 290 calorieën. Toen dacht ik, al die zoetigheid. Op een gegeven moment ben je er klaar mee. Die zoetigheid hoef je op een gegeven moment niet meer. Twee kaasbroodjes. 400 calorieën per stuk. En dan om het nog iets meer vastheid te geven. Iets meer dat het echt een ontbijt is. Pak je zalmwrapjes. 312 calorieën. Nou ja, om even wat te drinken erbij te nemen. Ik wist niet zeker of drinken meetelde. Ik denk, ik pak gewoon een breakertje. Breakertje banaan natuurlijk. Tuurlijk banaan. Nog even 100 calorieën zo hapselijk weg. Je ziet hier nu een berekening in beeld komen van hoeveel calorieën ik dan heb. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Het boeit me ook niet. Maar het is wel vrij veel. Ik heb een hele andere belangrijke strategie vandaag, naast gewoon alles in mijn giegel stoppen. Ik moet ook ruimte creëren, ik moet plek maken voor nog meer eten. Bruh. Gadverdamme. Dat gaat iets eventjes helemaal niet goed. Ik heb nu een soort van scrambled egg van ei en banaan. Het is wel echt heel erg lekker. Mijn mengsel is te dun en er zit te veel lucht in. Dus wat heb ik nu gedaan? Ik heb nu gewoon al het mengsel in een pan gegooid. Dan leg ik een andere pan bovenop en heb ik straks een soort van bananen-eieren-omelet. En daar zitten zoveel calorieën in.
Veel, hè? Oké, het zit er weer op. We hebben wat ruimte gemaakt en dat gaan we meteen weer vullen met echt een absolute cheat. Ik heb 3 dikke vette croissanten gehaald met Nutella. Moet ik wel zeggen, ik wilde eigenlijk die deluxe croissanten. Daar zit veel meer calorieën in, maar die halen ze niet meer. Dus het zijn nu de normale, maar die croissantjes, die 655 calorieën. Dat onderschat je echt. Het is echt een cheat. Dan Nutella er nog bij, 3 keer. Dat is ook 243. En dan heb ik deze nog gewoon voor even na het sporten, weet je wel. Dat is een fit boy. Dit ga ik gewoon nu opeten en ondertussen naar kantoor en dan onderweg ga ik dit chappen. Als ik dit allemaal op heb, dan gaat mijn totaal al naar 1797 calorieën. Goed nieuws en slecht nieuws. Ik heb de kaasbroodjes op. Slecht nieuws. Godverdomme. Godverdomme. Holy shit. Als ik zo hier voor, als ik zo hier voor me zie liggen, zijn ze toch wel iets groter dan ik dacht. Oh, het lijkt ook veel meer dan ik dacht. Ik heb hier 22 van, bro. Oh, dit gaat echt never nooit lukken. Tuurlijk wel, Milo. Tuurlijk, dit gaat lukken, bro. Op naar de wind! Calorieën! Oké, ik heb alles op. Ik zit voller dan ik dacht. Die sushis... Die zijn niet slim geweest. Dat waren namelijk 22 en die pakken helemaal niet zoveel calorieën. Maar goed, ik heb alles op. Ik kan nu even bijkomen. Ik eet nu even een tijdje helemaal niks meer. En dan ga ik in de loop van de dag ga ik wel weer beuken. Moving like the speed of sound. Ik kan me dus niet voorstellen dat je nu dus op deze manier op moet rollen. Dat kan dan nooit goed zijn. Nee, ik ga het wel doen, maar... Stel, je moet zo'n kleine rol eten voor 1160 calorieën. Dan zou je toch meteen doen als je met deze challenge bezig bent. Ik ben er best wel trots op. Nu gaan we choppen. Ik ga gewoon dikke, dikke stukken doen, want dan zijn we er meteen klaar mee. Het snijwerk, dat is net chirurgengewerkt. Hey, potverdorie, mijn baby's ouwe. Nu moeten ze dus 15 minuten de oven in. Ik ben benieuwd wat de rest aan het eten is eigenlijk. Jullie ook? Oeh, transition. Oké, het broodje is gekanteld, maar ik heb het een beetje onderschat. Hoe is nog 4 van die dingen of... bikken. Maar ja, ik vind de ene altijd wel lekker. Alleen ik zit al best wel vol met het ene broodje. Maar ik heb pas 500 calorieën op en ik moet zeker 10.000. Ja, laten we hopen dat Roel 11.000 haalt, hoef ik maar 9. Maar ik heb er pas 500. Ik moet deze even opchappen allemaal. Oh, dat vind ik zo zalig. Dit is wel lekker. Dat is lekker hoor, mensen. Dat is echt lekker. Het is inmiddels 40 minuten later dan net. Maar ik heb wel 3 bananencakes op. Ik heb er nog 1 over. Ik ben misselijk. Dat is niet normaal. Dus ik ga denk eventjes op bed liggen. En dan ga ik zo naar kantoor toe. Want ik moet even bijkomen. Ik voel me niet helemaal lekker. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, het is beter gelukt dan ik dacht. Kijk, een soort omelet is het geworden. En het slechte nieuws, vragen jullie je nu af? Nou, ik moet het opeten. 858 calorieën. Maar, ik heb nog iets. Stroop. En om cheaten te voorkomen, ga ik nu afmeten hoeveel stroop ik op mijn pannenkoek ga doen. 45, dat is veel meer, fuck dat. 100 gram. 100 gram stroop gaat op die pannenkoek. En in 100 gram zitten ook nog eens 288 calorieën. Dit is hem. Kijk. Oh, dit is kut! Het is op. Ik halveer de stroop. Er is veel stroopverspilling. Maar dit betekent wel dat ik 730 calorieën chocola, 858 calorieën pannenkoeken en 150 calorieën stroop heb. Ik ga naar kantoor. Zo, ik moet zeggen, ze zijn toch wel iets groter geworden dan toen ze erin gingen. Moving like the speed of sound. POV, je gehandicapte neef, je heeft een Dr. Oetker boerencake gebakken. Hey, je vindt het niet lekker, maar het is je gehandicapte neefje. Ik denk dat dit echt geen probleem gaat worden. Ja, gadverdamme. Ik ga naar kantoor toe en het geheim van deze challenge is dat je elke keer kleine dingen moet eten. Niet in één keer een hele grote maaltijd, zoals bijvoorbeeld een eierpannenkoek van 10 kilo. Dus ik heb nu een proteïne flapjack, die is lekker en boordevol calorieën. Daarin zitten 342 calorieën. A few moments later. Ik ben op kantoor en ik heb een geheim wapen. Watermeloen! Ik weet niet precies hoeveel calorieën er in een watermeloen zitten, maar ik zag hem staan en toen dacht ik, ja, daar heb ik zin in. Ah, jammer. Ik hoop dat een mat in dat zijn. Zo. Ik heb met hem koffie. Oh. Wat omdat het 10.000 calorieën challenge doet. Boekhoudertje. Even een beetje respect, ja? Hoeveel calorieën zitten er in een watermeloen? Het hangt er vanaf hoe groot die is. Deze is wel zwaar, man. Pak ik van 14. Ja, dat is waar. Voel even hoe zwaar die is. Want dan kunnen we het gewicht bepalen. Oeh, what the fuck, al? Ja, het is echt een unit. Deze is zeker 10 kilo. Hoe zwaar ben jij? Ik denk even zwaar als die meloen, denk ik. Het scheelt niet zo heel veel, man. Dat weet ik. Die watermeloen is iets compacter dan... Weet je hoeveel calorieën er in 10 kilo watermeloen zit? Wat? 3000. Oh, dat is helemaal niet heel veel.
Zo, wat een beuker. Holy fuck, ouwe. Als je het zo kijkt van binnen, zit wel heel veel watermeloen, man. Zo eet je toch geen watermeloen, Roel. Ik ga door met het eten van mijn chocola. Nou dan, de laatste happie. 1008 calorieën erbij, boem! Intussen gaat Roel hier ook nog super lekker op zijn watermeloen. Mijn totaal staat nu op iets meer dan 2800 calorieën. Zak aan kop? Ik heb maar ingehaald met die reep. Nee, Milo is er ook nog. Milo is echt vies dik. Dus die heeft sowieso waarschijnlijk al 3 ontbijtjes van de McDonald's op. Oké, mensen, tijd om naar kantoor te gaan. Meestal neem ik gewoon als echte Hollandse jongen neem ik gewoon een broodtrommeltje mee en zo. Dit is dan geen broodtrommeltje, maar dat is even ter illustratie, weet je wel. Goed verhaal. Vandaag gaan we dat natuurlijk anders doen. Er zit niet genoeg calorieën in één zo'n broodtrommeltje. Vandaag heb ik een blok merci mee naar mijn werk. 2250 calorieën. In één bak. 23 miljoen. Let's go. Kan ik hem daar hebben? Ter heine toevallig. Ik ben nog even snel een bananencake aan het wegwerken. Hoeveel calorieën ik heb? Ik heb een bak merci mee, man. Wat is daarin? 2250. Bak merci, wel een goeie, ouwe. Marzipan. Marzipijn. Hoeveel zit je nu? Ja, 1160 pas of zo. Oh. En jij? Ik hierna op 1700. Oh, jij bent vroeg aan het pieken vandaag. Ja, ik heb 4 van deze al op. Gozer, komt u ook even op kantoor aan? Ja, dit is een behoorlijke taaiochtend. Heb je al gegeten? Ja, echt heel veel. Echt? Ja, echt heel veel. Maar je denkt dat je al boven de 10.000 zit? Nee. 10.000? Ja, maar wat wil jij voor ons compenseren? Natuurlijk niet, nee. Ik cijfer me altijd weg voor die 4 debielen hier waar ik naar kijk. Ik ga dat niet meer doen. 10k stop ik. Hoeveel sta je nou? Zeg het even. Ja, 2k al. Maar dat is niet gek, maar je staat niet eerste. Hoeveel sta je al? 2100, zo op 5k is deze oplossing. Ik zie mezelf met zoveel kaasbroodjes en zulke appeltaarten. Dat is misschien niet de beste tactiek. Ja, je haalt het toch wel. Ja, frietje erbij zo meteen. Kapsalontje, ik zou misschien... Wat wil je lunchen? KFC. Ja, ik vind... We ik gaan naar ook... de KFC, man. Het is wel in de Kuip. KFC is in de Kuip? Na de wedstrijd. Ja, even die laatste calorietjes pakken. We hebben de hele video al gespoild gekregen wat we allemaal gaan doen. We gaan zo ook nog een grap maken dat Milo dik is. Die komt er ook nog aan. Nee, die hebben wij net al gemaakt. Zo. Zo. Soort keyboard op locatie, weet je wel. IJs dat jij een nieuwe gaat halen in de supermarkt. IJs mag niet. Ik eet die niet meer op, ik hoef het niet meer. Hoezo? Er zit in verpakking, broer. Een nieuwe halen voor mij. Er zit in verpakking, hij gaat een nieuwe halen voor mij. Stel je nou niet zo aan, het boeit geen fuck. Het is niet lekker meer. Ik zou dat nog de tweede keer doen. Wat is die smaak? Nee, ik wil even kijken wat die smaak is. Kijken doe je met je ogen. Ja, dat is een stuk papier. Dan slaan we dat op de kant. Kijk eens even, de deksel. Ik heb een scheet gelaten. Yeah! Eet die dingen nou eens op. Autisme. Ik denk dat mij dit wel gaat lukken in één lunch. En zo niet, dan neem ik hem gewoon mee op zak. We beginnen met hazelnoot. Ik mag deze cam niet meer gebruiken, maar toch ga ik even een food review doen van deze almondsmaak. Wow. Gadverdamme. Ik ga hem even in de koelkast leggen, want hij is helemaal gesmolten. Kijk, zie je dat? Niet lekker. Milo, ik heb een probleem. Ik wil je iets laten zien, maar het kan niet in de video. Dus ik stuur je nu iets en jij moet erop reageren. Ik ben al bang wat dit... Gauw ze! Komt door die watermeloen! Het komt door die watermeloen! Ja, dat snap ik ook wel. Ik heb hem niet helemaal afgekeken. Oh. Jij hebt tegen mij gezegd, het is hetzelfde als die paprika vorige keer. Dan weet ik precies wat je bedoelt. Dan heb ik geen enkel beeldmateriaal nodig. Nou, zo ziet mensen, dit is de reactie op mijn ontlasting nu. Ik ga wel even zeggen, het is anders dan net en geluid is op eigen risico. Oh. Hoe lang duurt het voordat je weer naar die wc gaat? Puur als ik het vergeten ben, want ik zou er nooit bewust naartoe gaan. Maar je bent er wel bijna. Oh, je hebt met die handen inderdaad eraan. Heb je echt goed je handen gewassen net? Ja, echt heel goed ook, want dit is mijn tactiek. Ik haal die pitjes eruit, want die pitjes zijn fucking smerig. Die kop. Ja. Je bent klaar, jongen, heerlijk. Ja, je bent op de helft van het aantal, maar met deze watermeloen. Mensen, mijn rotti is binnen. Je hebt rotti besteld. Waarom heb je rotti besteld? Ja, er zitten hartstikke veel calorieën in rotti. Maar waarom heb ik 2 rotti? Hé? Ik heb onmiddellijk dubbel besteld, omdat hij dus vast was gelopen de eerste keer. Nou goed, dus ik heb nu 2 rotti en 2 broodjes in plaats van 1 keer rotti en 1 broodje. Dus jullie even eigenlijk afvragen, hoe ziet die heerlijke rotti dan uit? Nou? Moving like a speeder. Dat is dus 1. En dan heb ik er dus 2 van. En ik heb dus 2 broodjes. Dat zit hierin. Nou goed, een broodje met beleg. Ik ga nu eens even uitleggen hoeveel calorieën het zijn. En dan ga ik lekker smikken. Hé, maar hoeveel calorieën rekenen we dit? Ik denk dat dit zeker wel 500 calorieën is. Ik vind het wel fair. Als jij 500 calorieën zegt, vind ik fair. Ja, fair. Vind ik fair. Ja. Dat is wel meer, man, denk ik. Ja, er zit 718 calorieën in een portie rotte kip. Dit is wel een portie rotte kip, hoor. Dit is een portie. Dit is een goede portie. Een stevige portie. 718 calorieën. Ja, reken dat gewoon. Ik heb er 2. Hoezo? Oh ja, omdat ze daar natuurlijk zonder bord eten. Ja. Sorry, man. Ze hebben helemaal geen geld voor bord. Surinaamse bevolking, sorry.
Sorry. Spijt me. Ik ga weer heel veel feest vieren tijdens kippie rotti. Katie Kotti. Mensen, ik ben bezig met mijn rotti te eten. Maar het is zo fucking pittig. Ik ga helemaal kapot hier. Holy shit. Ik heb 2 van die bakken, maar ik denk dat ik 1 bak opkrijg. Maar ik heb heel mijn best in de hand. Dus ik ga dit proberen op te eten. En daarna dan geloof ik het wel. Dit is niet normaal. A few moments later. Ik moet verschrikkelijk naar de scheid. Nou, dan denk ik, is goed nieuws. Dan kan je daarna nog meer eten. Eens. Slecht nieuws, ik heb net pittige rotti op. We gaan het zien. Klaar voor de rest van de rotti. Hé hey bro, ik vind het gezellig dat je even met me meegaat, man. Kijk, even voor de duidelijkheid. Ik heb dus 1 rotti op. Ja, ja. En 1 rotti niet. En 2 andere broodjes ook niet. Het was te pittig voor je. Het was echt niet normaal. Maar nu heb je eigenlijk nog wel een plekje over. Ja, daarom. Daarom dus ben ik ook eigenlijk meegegaan. Ja, ja, ja. Ik kan wel even lekker een kaasje vleesje naar binnen beuken. Ja, want even mijn idee is dus, mensen. Ik weet hier in Utrecht heb je cafetaria ten beste. Die hebben een briljant concept. Pizza, Marjolein. Turkse pizza, Marjolein. Oh. Dat is een Turkse pizza. Dan wat kroketten erin geflikkerd. Hou je bij. Ja. Ik weet dus niet hoeveel calorieën dat gaat zijn. Ik ga het even vragen aan ze. En dat weten ze vast. Zegt die man waarschijnlijk. Ja, dat is. Niet zoveel hoor. 10.000 calorieën. Ja, mooi, daar ben ik er meteen. Ik moet zeggen, als het vernoemd is naar een Marjolein. En het is een Turkse pizza met daarin 2 kroketten. Dat zal wel die dikke zijn. Ja. Ik vind Marjolein echt wel de vrouwelijke naam voor een Vito hoor. Fuck Marjolein. Er zitten allemaal Marjolein. Echt hele leuke lieve Marjolein'tjes erin. Ik ken geen 1 Marjolein. Echt niet? Jij wel? Ja, het was in mijn familie. Echt? En? Kut vibe. Nee, helemaal niet. Lekker. Lekker. Over familie doe ik zo graag. Dit kan 2 kanten op kut zijn. Of ik zeg nu dat ze heel lekker. En dan is het heel raar dat ik over mijn familie zeg. Of ik zeg van niet en heb ik een probleem. Ja, wat is het dus? Ik heb de camera zeg. Oké. Okay. Ja, dat is lekker. Ja, ik heb trouwens. Hou toch nog even 1 bakje. Misschien is hij hier wel lekker. Nee. Of heb je hem hier besteld? Nee, ik heb hem niet hier besteld, maar ik durf niet meer. Haal nog even 1 rot. Oké, ik ga even 1 rot. Ik heb hem zo ver, mensen. Die deur is naar wagenwijd open. Ja, ja. Ik kom er binnen, ik zeg, rotte kip. We zijn nog niet open, man. Fuck, ouwe. Ik denk, oh, dan wacht ik wel een kwartiertje. Zeg, hoe laat ging je open? 5 uur. Ja, dag. Nog 2 uur en een kwartier. Oké, de pizza Marjolein besteld. Zeg, pak een beetje 1000 calorieën. Ja. Ze wist het niet. Ik heb een pita kaas en een broodje ei. Jij bestelt een broodje ei. Dat heb ik nog nooit iemand zien bestellen hier. Ik had echt complete keuzestress. Hij is binnen. Kijk dat. Dit is toch eerlijk? Ja, 1000 calorieën, die beuken we even weg. Wat, jij hebt nou dat broodje? Ja, luister hier. Ik heb eens een broodje ei. Nou, dit is letterlijk een broodje ei. Dit zal echt niet veel calorieën zijn, nee. Maar het is wel gewoon lekker. Nee, want dit is echt gewoon, dit is gewoon letterlijk een bolletje met een gekookt eitje. Ja, maar dit is een pita kamer, echt een grote pita. Ik denk dat dit wel 200 gram is. Nou, dat is wel 500, wel echt veel hoor. 150 gram? Ja, dat kan wel hoor. 150 gram? Ja, kan goed. Ja, goed. Die kaas is fucking vet, ja. Ja, kaas is super vet. Ja. Ik heb het opgezocht, broodje ei. 184 calorieën. 184 voor zo'n klein wit bolletje met ei. Ja, pita kaas. Heerlijk. 3,75. Ja, ja, ja. Als ik deze op heb, bijna 2900 calorieën. Zo, ik zit lekker aan mijn pizzatje Marjolein. Heerlijk, mensen. Even de cross-action, zoals jullie zien. Nou, dat ziet er toch zalig uit. Zalig. Na deze, 3100, hè. Mmm. Cross-action van een pizzatje Marjolein. Zo, pizza Marjolein, lekker. Er zit een kroket in. Hoeveel calorietjes heeft dat? Stuk of 1000. Oh, we doen tegenwoordig een stuk of 1000. Als jij me de precieze berekening van een pizza Marjolein kan geven. Zou ik een hapje mogen nemen, dan kan ik jou exact dat vertellen namelijk. Jezus, Roel. Oh, wacht, sorry. Grote hap hoor. 1150 hoor. Hé, hey, je wordt geblest, Miro. Als de boekhouder het zegt. Hoe ver ben je nu? Is dit alles nog? Ja. Hoe kan dat? Ik heb al een stuk weggeschreven. Dit heb ik al weggejankt. Oh, weggejankt. Die schil. Oh, maar je bent wel goed bezig, jongen. Ik zit na dit laatste hapje pita kaas. 2897 calorieën. Ja, godverdomme, ik moet nu wel gaan eten, want ik sta stil. Besef dat ik net ging proeven en toen kwam het eerste van de watermeloen er alweer uit. De pitjes of kwam er gewoon nog watermeloen uit? Ja, want watermeloen, wat zit hier met watermeloen en kak? Weet je wat wij met die paprika hadden? Ja, dat is niet goed. Mijn merci, niet echt verderop. Ik heb hem in de koelkast gelegd. Oh, waar gaan we naartoe? It's finger licking good. Bro, dit is echt al veel schuimplezier heen. Holy shit. Nog lekker appelmoes. Ja. Besef dat per zo'n tender, daar zit 113 calorieën per stuk. Je hebt er 10, ik heb er 20. En je hebt ook nog deze unit. Ja, daar zit echt 200-300 in. Ja, en we hebben nog allebei, je hebt een beurtje, ik een rappie. Jezus. Ik hoef gewoon vet naar paneelmeel. Nou, lust ik graag. Let's go. Morgen. We zitten net ook te vertellen, er zitten hier gewoon mensen voor hun lol te eten. Wij zitten er ook zo van naast. En wij zijn echt tegen onze zin aan het eten. Dit heeft niks met kip te maken. Het glimt ook in de zon. Een glimmende paneermeelbol. Ik moet zeggen, even de boekhouding gedaan. Ik heb voor 6,96 gechapt. 16? Ik heb voor 16,96 gechapt. De boekhouder maakt weer een fout, mensen. Ja, en ik stond op 2805. Sta ik al over 4,5k. Ik heb voor 1130 aan chicken tenders. Nee, die had ik ook, man. Toen had ik nog 5 kippenpoten, ook 620. Drumsticks, hè, van de... Ja, dat is een leuke grap. Dat ik wel eens zo'n kip, stuk zo'n oliebol op, die was 2,72. En nog saus, 100. Dat maakt in totaal 2,222 fucking calorieën. Er zit een beuk in de uur. Dit is mijn totaal nu. Maar niet echt hoog, hè? Ja, ik sta op 4,5, dus maar je hebt wel nog het wat is pas lunch, dus ik ga denk ik aan mijn merci beginnen.
Dit is mijn merci-doos. Zal ik nog één keer die grap maken dat het een soort keyboard is? Zo'n draadloos. Soort... Leuk. Ik ga deze proeven. Deze is denk ik wel redelijk romig hoor. Ik heb ze in de koelkast gedaan zoals je hoort. Ik voel me niet zo scherp vandaag. Nee, ik merk. Ja, je hebt die dikke chocoladepaf, heb je iets scherp in je maag. Hoe komt het jou dat niet zo scherp uitziet? Omdat ik net bij KFC ben geweest. Hé, ik ga jullie eerlijk zeggen, man. Watermeloen! Vanavond en ik heb zin in vet eten nu. Vet eten, ik heb nog ik heb nog niks van vet gehad. Hoe? Jawel. Nee. Hé, eet jij die chocolade even door? Zullen we er gaan? Oké, dan niet. Prima, ik vraag het nooit meer. Als ik nog 4 merci eet, heb ik de helft van de merci op en dan... Beroerte. Hij kan niet meer praten! Een tia is een soort kortdurende beroerte. Wil je 1 merci van mij opeten? Nee! Maar dan zeg ik wel echt merci zeggen. Kijk, als ik deze ene op heb, dan gaat de administratie er even bij werken. Dan tel ik de helft van de dozen bij. Ik kan de multimap weer even dicht. Ik heb dus tapijt verkopen, ik ben van die reepjes. Dus, Ja. Oh, je bent als de vierde die dit doet. Ja, ik vind hem toch wel leuk! Ja. Heel zelf bedacht. We zitten op de helft van de bak met merci, dus we tellen er dan 1125 calorieën bij. Plus 1125 is 4408. En ik heb wel weer ruimte voor onzoete dingen, man. Gewoon vet, weet je wel? Ik ga misschien wel op de 10k in. Ik kan misschien wel iemand carryen vanavond. Mensen, ik wilde de multimap, merci-map, wilde ik meenemen het stadion in. Maar het begint wel aardig op te raken, zie je dat? Hebben we al verteld trouwens dat we naar Nederland-Wales gaan? Nee, hebben we nog niet verteld volgens mij. Zo, maar Milo, hoeveel broodjes frikandel gaan wij kantelen in de Kuip? Willen jullie mij helpen? Jongen, die kip van mij die zit echt nog in het keeltje, dus je zoekt hem maar uit. Het allermooiste is, we gaan nu dus naar een all-you-can-eat restaurant. Met zeg maar de mensen die ons uitgenodigd hebben voor deze wedstrijd. Maar we hebben zeg maar niet verteld dat als een stel ASO's daar zeg maar dus volle bak gaan lopen bikken. Maar het is wel all-you-can-eat. Dus op zich kunnen we onszelf wel helemaal vol proppen, maar ja, we staan wel een beetje voor lul, dus sorry. We zijn onderweg naar het Nederlandse helftal. Maar Roel, ik zit pas op 3000 calorieën. Ja, ik heb er nu 5100. En het watermeloenetje is al, nou, ik denk bijna helemaal uit mijn lichaam. Dat gaat verrassend snel met watermeloen. Ik heb nergens last van. Nee, ik heb nu ook alweer trek. En aangezien we straks gaan we lekker eten. Maar ik dacht, we hebben even een snack nodig. We zitten hier nu bij... Nou, over snacks gesproken, is dat nou Bridget Maasland? Ga ik weg. Niet toch? Nee, nou... Nee. Zo high van Bridget Maasland. Ik heb zin in van die tankstation kroketten. Ik ga voor zoetigheid. Nee, ik ga voor, als we dat hebben van die custardcakejes. Custardcakejes? Ja. Ik heb voor jou een knopperbar. Lekker. Een knopperbar. Oh, lekker, dank je. Een knopperbar. Oeh, zin in. Een knopperbar. Een knoppertje. Een knopperbar. Oeh. Een knopperbar. Nog één? Heb ik wat anders nog? Nee, een knopperbar. Oh, lekker man. Knopperbar. Oh, knopperbarretje. Een knopperbar. Oh, en voor de verandering? Knopperbar. Een knopperbar. Dat had u echt niet verwacht. Dan zit er totaal hoeveel calorieën? Er zitten 533 calorieën in per 100 gram. Keer 4. Meer dan 2000 calorieën. Ja, maar het fijne is dat het redelijk meetbaar is. Dus als ik nou 4 zeg, ik hoef niet meer. Ja, dan weet je. Ja. Voor mezelf. Hey. Dat is het. Laten we gaan. Nee, natuurlijk niet. Hey. Ja. In totaal iets van 1400 calorieën. Zo. Gozer. Ik heb een kolo en een krokodil. Krokodilio. Ja, pas op. Je mag niet met een telefoon achter het stuur. Ja, met 7. Maar met een hele stapel zeevruchten. Nee, Jumpy Bunny. Het eerste zeevruchtje, dat is lekker. Het tweede zeevruchtje, dat is lekker. Maar het 20e zeevruchtje, ook nog wel lekker. Ook wel lekker. Maar 21? Ja, 21, daar loop ik toch een klein beetje vast. Ja, ik ken het gevoel wel een beetje, want ik heb namelijk nog 5 knoppertjes over. Ik heb al 5 op. Maar aangezien wij over ongeveer een half uur gaan eten, denk ik, ik laat die andere 5 eventjes voor wat het is. Maar ik denk dat ik het er wel op krijg, zo. Zal ik nummer 21 even in janken? Ik heb een zuur vast. Oh, oké, dat maakt niet uit, joh. Hoe? Jij hebt nog twee knoppen opgevreten. Toen je net tegen mij zei, vieze dikzak, dat je even ging wachten tijdens de wedstrijd. Ik had best wel zin in nog knoppen. Jij hebt gewoon een knop opgegeten voor elke zeevrucht die ik heb opgegeten. Ik heb nog 1 zeevrucht. Haal me hier weg. Lang zal ze leven. Het is roesjarig. Lang zal ze leven in de gloria. Leuk. Huh? Natuurlijk. Met u zijn moeder, zus. Bonusmoeder ben ik. Bonusmoeder. Wat houdt bonusmoeder precies in? Stiefmoeder. In de porno-industrie noemen we dat gewoon stefmam hoor. Dat is mijn hart nu. Laat zien wat hij wil. Ja. Kut, ja, maar waarom film jij de hele tijd? Smakelijk eten, smakelijk eten, hap, hap, hap.
Nederland Wales, wie is er voor Nederland? Als Vincent Janssen scoort, ga ik 20 frikandelbroodjes aan. Frikandelbroodjes of broodjes frikandel? Daarover gesproken, ik heb een berekening gemaakt. Ik moet dus nog 7 broodjes frikandel en 6 broodjes kroket eten. Als ik dat heb, dan ben ik er. Dat gaat lukken. Nee, dat is niet waar. Ik moet nog 13,77 broodjes. Ja, maar die 0,7, dat zien we dan wel. Eet jij nog wat lucht? Oh ja. Het is hartstikke strafbaar wat je doet, weet je dat? Ik doe toch nog niks? Nederland. Oh, Nederland. Altijd zei ik dat op de foto moet gaan die hier keihard staan zingen met die camera. Wie wil er op de foto? Met Milo. Oh, maar dus nee. Tegen iedereen. Even kijken. We hebben zitten bij die kokende sauna we net gezeten. Ik ga ze hier niet laten liggen. Nee, je pak die dingen. Maar pak ook je Merci-doos. Niemand fokt met me. Ik raas er gewoon weer op, hè. Ja. Kan ik u interesseren in een 5-weeks abonnement op de AD? Nee, wel een 5-weeks abonnement op Merci. Een 5-weeks abonnement op je moeder. Ik maak karikatuurtekening voor 5 euro. Als je even hier wil gaan zitten. Oké. Okay. Zo, die ziet er wel goed uit, moet ik zeggen. Straatkunstenaar. Bedankt, man. Jullie moeten er ook bij op de foto. We moeten helemaal niks. Ik moet helemaal niks. Ik ben man, hè. Hey, geluk, man. Hey, we zijn er door, man. De multomap is gewoon mee. Eigenlijk hadden we gewoon al het eten mee kunnen nemen wat we wilden. Die mensen boeiden het helemaal geen fuck. Nee. Haal die broodjes nou. Ja, haal 15 broodjes. Ja. Oké, 10 broodjes. Ik heb 5 broodjes. Sorry, wat ga je bestellen? Ja, ik vind het iets te lang duren, man. Ik moet gewoon... Wat doe jij nou? Doe je mondjes open? Doe je mondjes open? Verder open, ruim open. Zo! Zal ik mijn hele zak vullen met mayo? Ja. Milo, je moet dit absoluut niet aan Koen laten zien. Want die gaat erop slaan. Leg ze maar even hier op het teamblad. Nee. Daar gaan we zeker niet op slaan. Daar gaan we zeker niet op. Niet aanmoedigen jij dan? Ja. Gozer, dit is echt zo zonde. Dit is echt eeuwig zonde. Wat doe jij? Jij doet elke studio je shirt uit. Hij is voor Nederland! Nederland! Als je die spekpieten van Roel opeet, jongen, dan heb je er gewoon zo 1000 calorieën bij. Milo, heb jij mayo bij? Mayo. Heb je mayo? Oh, je hebt wel wat mayo meegenomen. Wat, waarom doe je niet mee? Waarom doe je niet mee, man? Wil ik er ook mee? Ja, doe, ja, waar de fictie zin voor heb. Ja, hij is mijn vriend. Hey! En water. Gewoon lekker dingetjes. Ja, ik hou wel even lekkers mee voor jullie. Mijn tweede broodket is bijna op, maar Milo is terug en zijn broodket zo op. Dan ga je vragen wie wel echt opgereden en wie heeft echt gehoord op ons voor de DC. Hey Milo, wil je opgereden? Dit filmpje. Ik ben trots op jou. Heb je wel snel gedaan? Ik heb ondertussen gepoept. Ik moet wel zeggen, op het moment dat je ondertussen aan het schijten bent, smaakt die niet lekkerder. Ik heb nu 5 van die broodjes op. Dat is ongeveer 1750. Dus ik heb 7000 ongeveer. Okay, hier gaat het ook goed, zoals je ziet. Ik heb buikpijn. Ik kan wel hier zijn niet goed. Twelve seconds later. Ik heb nog wel trek. Ik heb zin in snoep, jongen. En we zijn in de snoep. Hoe ben je nog zo enthousiast? We gaan even de update doen. Ja, we hebben die laatste goal, laatste minuut was wel lekker. Ik zal even updaten over hoeveel ik nu sta. Hey, wisten jullie al dat Nederland gewonnen heeft? Nee. Hoeveel calorieën zit er met Solera? Ja, wat denken jullie? Een heel groot romig ijsje. Het zal vast wel veel zijn. Oh nee, 98 calorieën. Dat is de helft van een eetlepel mayo. Dus die tube mayo was beter dus, dat zakje. Een eetlepel mayo is 2 keer een Solero. De situatie schetsen als volgt. Wij gaan het alle 4 niet redden. Nou, ik heb echt nog energie over, man. Ga thuis even lekker koken met de olie. Nog wel lekkers voor jezelf maken. Ik ben nog lang niet moe! Oh, en van die kinderen ook trouwens. Jezus, man. Oh, hey, Jezus. Nee. Ik word down. SV Urk. Ik snap ze van de vijf. Oh, ik versta er niet eens. Stoer. Ja, dat is goed, naast die zie ik maar YouTube. Voor mij is het wel Nederlands, maar... Kutkin, Alwin. Kutkin! Dit zijn toffe gasten gewoon. Zullen wij gasten, echt love Urk, man. Echt, en neuk lekker je zus, heerlijk. Hey, zullen wij een locatie mee in over Urk is echt veranderd, man. Dat zijn echt leuke, spontane jongens. Hé, hey, tot de volgende keer, hè. Hey. Ik wil dood, man. Mooi. Meer geld troll. Bijna op mijn schoenen, dat hele kumschot. Ja!
Yes! Lekker voor je jezelf. Nee. Onze enige hoop is nu al lang onderweg naar huis. Koentje zou nog voor ons kunnen compenseren en naar 50.000 brengen. Even checken wat hij aan het doen is. Het is een nacht die je normaal alleen in